Mijn naam is Cyril Pennaerts. Ik wil graag iets vertellen over mijn nieuwste boek, De Code van het Bewustzijn, dat gaat uitkomen bij Prometheus. Waarom zouden mensen dit boek graag willen lezen? Vaak, denk ik, zijn mensen geïnteresseerd in hoe ze in elkaar zitten. Hoe ze denken, wat je voelt, wat de relatie is met je lichaam, met je hersenen dus. En daar gaat het boek sterk over. De relatie van bewustzijn en hersenen. Vaak hebben mensen wel een notie dat ze iets met elkaar te maken hebben. Maar hoe zit dat nou precies? Een van de gevallen die we gaan bekijken is hallucinatie. Versus het idee dat wat we normaal zien ook werkelijk gebeurt. De werkelijkheid. Hoe maak je hersenen onderscheid tussen hallucinatie en objectieve werkelijkheid? Een van de patiënten die we langs zien komen, die is bijvoorbeeld blind. Artsen hebben dat vastgesteld. Echt ook zo blind dat de patiënt geen hand voor ogen kan zien. Maar ze vindt zelf dat ze helemaal niet blind is. Als ze bijvoorbeeld een kopje thee inschenkt, dan gaat het theewater naast het kopje en gaat het helemaal mis. Maar ze zal zelf toch een smoesje verzinnen, zoals de verlichting was een beetje slecht. Of ik was een beetje onhandig. Dus ze ontkent eigenlijk dat ze hallucineert. Dat ze dingen verzint terwijl ze hartstikke blind is. En het boek gaat er dan op in van hoe komt dat? Wat is er in die hersenen misgegaan? Dat zij zulke hallucinaties produceert. Dat die hersenen eigenlijk fake news aan het maken zijn. Maar zij dat niet doorheeft. En het zelfs ontkent dus. Het is een verhaal waarin de hersenen voorspellingen of verwachtingen maken. Een verhaal ook hoe de zintuigen samenwerken, normaal, om hallucinaties te ontmaskeren. Dus dat illustreert eigenlijk het boek. Het is eigenlijk een reis die het boek beschrijft. Niet alleen langs patiënten, maar ook langs hersengebieden, hoe ze werken in waarneming en fantasie, verbeelding. Kom er dan eigenlijk bij een visie uit vanuit die reis op hersenen en bewustzijn die best wel duidelijk is. Vaak hoor je dat we eigenlijk helemaal niet zouden snappen hoe hersenen werken. Ik vind dat zelf niet. Na zo'n 40 jaar de hersenen te hebben bestudeerd, denk ik dat er nog veel te ontdekken is, maar dat we ook al best veel weten. Dus dat draagt het boek ook uit. De hersenen zijn eigenlijk nog steeds verbazingwekkend, van een grote schoonheid. En ik denk dat als je het boek gaat lezen, dat je daar ook versteld van zult staan. Hoe de hersenen eigenlijk werken en wat ze allemaal kunnen.